Allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag met Poesa. En we gaan vandaag de A versus B challenge opnemen. Ik had deze wel eens vaker gezien bij mensen. Ik vind het zelf altijd heel erg leuk om te kijken. En ik doe niet zo vaak challenges. En we houden allebei van eten. Dus ik dacht, wat is er beter dan dit? De hele challenge houdt zeg maar in dat je dus geblinddoekt twee dezelfde dingen gaat proeven. Bijvoorbeeld Lipton ijstee en Albert Heijn eigen merk ijstee. En dat je dus gaat proberen te raden geblinddoekt. Welke het A-merk is en welke het B-merk is. Gewoon een beetje om te kijken of er nou echt verschil zit in product, merk, dat soort dingen. We hebben een beetje van alles gemengd eigenlijk. We hebben chips, koek, chocola, stoepjes en heel veel drinken. Ik ben benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. We hebben hier ook eventjes bekertjes neergezet. Bijvoorbeeld voor dit dat we niet kunnen voelen wat we hebben. Of voor met de cola, want de een is een blikje en de ander is dit. Dat je zeg maar niet kan voelen wat het is. Ga jij maar als eerst blinddoeken. Ben je er klaar voor? Ja. Yeah. Moet ook allemaal make-up aan de binnenkant. Ik ben ook gewoon heel benieuwd of je het echt proeft, ja. Zeg maar. Of je echt het verschil gaat merken. Ja. Misschien kan iedereen wel vet veel geld besparen door altijd gewoon maar... Ja. Oké, ik moet wel mijn ogen binnen dicht houden, want ik kan een beetje eronder door. Nog anders doen we iets meer naar beneden. Zo. Yeah. Ja, dus... Beter? Ja. Oké, we gaan beginnen met het snoep. Ik ga dit echt niet kunnen raden. Zou ik het in je mond doen dat je het niet kan voelen? Ja. Oké. Oeh. Ik doe van ook allebei dezelfde kleur, ja? Zo. Nee, dan zit de lucht voor me buiten. Dit is de eerste. Ik heb ook. Maar dit proeft niet als ze echt gelekt bent. Die ik altijd heb, zeg maar. Nog mijn water. We hebben ook een beetje water, zodat je zeg maar een beetje de smaak echt kan spoelen. Dat je het beter kan proeven. Jij krijgt er dus van? Nee. Oké. Oké, next. Tweede. Ja. Ik heb precies dezelfde kleur gekozen. Oh, ik vind die ook niet helemaal de smaak naar echt eigenlijk. Ik denk dat dit de echte is. Weet je dat de laatste de echte is? Ja. Dit was de laatste. Nee! Oh. Ja. Echt niet? Mila zei dus ook al dat hij van deze echt het verschil niet proeft. Nee, maar ik vind deze lekkerder dan die eerste. Ja? Deze lijkt wat harder dan die zo zacht. Oké. Oké. God, dat lukt ook niet. Oké, is dit goed zo? Oh ja. Ja, daar. Het. Oké. Oké. Ik ga ook dezelfde kleur doen hoor. Oké. Okay. Ah. Ja? In je de smaak? Ja, ik heb hem al op. Jezus. Oké. Okay. Ik kan dit echt heel snel eten. Maar dit glijdt ook wel een beetje door je. Ja. Ik denk dat die laatste de echte is, maar ik vind de laatste was de echte, maar de eerste vond ik lekkerder. Ja. Ja, was goed. Goed. Ik vond ook die lekkerder. Ik vond ook deze lekkerder. Oh, ja. Nee, ik raak nog een. Was het een witte? Nee, een groene. Oh. Oké. Okay. Want die lagen bovenop met dezelfde vorm, dus ik dacht, dat dus ik vind deze echt oprecht lekker. Ik ook. Zijn meer smaak. Ja. Deze zijn heel, ik vind ze heel zacht en als je er een kan bijten, smaakt weg. Ja, en bij deze, maar één. Oké. Okay. Alright. We gaan voor de chocolademelk. Maar voor lekker chocolade snoepjes. Wat ik dacht, is om bij allebei gewoon met een rietje te drinken. Toch? Ja. Pak ik gewoon even het rietje van het andere pakje ook. Zodat je niet kan voelen of je een blikje of een pakje in hebt. Ik ben heel benieuwd of je dit verschil... Oh shit, je moest eerst schudden. Even met mijn duim erop. Oké. Okay. Geschud. Pak je ook een schud. Ik ben echt heel benieuwd of je dit gaat proeven. Maar ik mag het niet vasthouden. Nee. Maar ik drink sowieso nooit zo veel chocomel. Dus ik echt alleen in de winter. Dus ja, ik ook lekker warme chocomel. Maar. Oké. Okay. Ik drink nou nooit van een pakje chocomel. Dus. Maar je moet het proeven. En die. Ja? Mhm.
fijn. Ja. Ja. Dit was het. Ik denk dat die tweede de echte is. Ja! Ja? Ja. Maar ik was heel benieuwd dat je het geluid van het blikje zou horen. Nee, de tweede was de echte. Maakt die heel erg verschil? Nou, die is veel zoeter. Ja, zeg het lekker dan. Raad ik het al. Oké. Gaan we gewoon dezelfde? Ja, ik ben niet voor jou. Mijn oor zit erin. Oké. Alrighty, Heidi. Ik doe wel mijn oren dicht, want straks hoor ik het. Ja, oké. Ja, doe maar dicht. Oké. Volgende. Ik wist ze oprecht gewoon hetzelfde smaken. Wel eentje. Ik denk dat die tweede de neppe was en die eerste de echte. Nee. Nee? Nee. Maar die van die tweede echt zoeter. Of ja, die is... Oh, oké. Nee. Nee. Ik vind oprecht maar allebei lekker gewoon. Ja, ik vind het wel lekker. Maar ik vind die wel zoeter. Die zit een zoetere nasmaak aan, vind ik. Ja. Gaan we het doen? Ja. Ik mag jij kiezen. Dan ga ik het eerst bij jou doen, maar mag jij kiezen wat we gaan doen? We gaan voor de chips. Oké. Ik ben heel benieuwd naar de chips. Ik ook. Alsjeblieft. Kom, ze zijn kippen. Dat is goed. En zo wel. Ja, meteen. Oké. We gaan beginnen met deze. Die mag je wel zelf vastpakken, shit. Ja, ja. Lekker? Ja. Oké. Ja? Even eentje pakken die wel in je mond past. Ja. Ik denk dat de eerste de echte is. Ja. Dat merk, dat voel je gewoon als... Oh, nee. Ik voel het gewoon. Ja? Ja. Oké, ik ben heel benieuwd. Maar dit was ook de enige. Ik heb heel erg het idee dat je bij deze heel erg gaat maken en bij de koekjes en bij de rest... Ja, en bij de ijs. Ja, dat is misschien lastiger, ik weet niet. Oké. Oh, mijn oren weer. Ja, oké. 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 Okay. Voor mijn gevoel smak ik ook zo erg. Okay. Die laatste is te lezen. Ja. Ja? Dat, je voelt het, hè? Dat is de kleur. Dat was het net zo. Hij is zachter op je tong. Je andere zeg. Ja. Hij is zachter op je tong. Nou. Lekker. Oké. Okay. We kunnen dit wel. Ja. Oké, even een slokje om het weg te spoelen. Weer drinken? Ja. En doen we het gewoon steeds op mijn mond. Ja. Oké. Okay. Die gaan we eventjes inschenken. We doen de blauwe voor de echte. Ja. En doen we groen voor nep. Ja. Oh, wacht. Anders bewaren we die voor de cola. Oh, en dat is gewoon weer. Ja. Oh, dat moet ja. Wel. Nee. Kut. Ik zit er lekker te morsen. Ai. Oh ja, ik weet het alweer. Dit was de nep en dit was de echte. Oké. Okay. Ja, toch? Ja. Een chipje hoor, honger. Ik ga zo meteen een mukbang opnemen, maar ik heb vandaag nog niks gegeten. Alright, ja. Oké. Okay. We gaan beginnen met deze. Ja? Niet kijken naar de kleuren. Nee, ik heb mijn ogen al okay. Ik heb eerst even ruiken. Te doen?
Niks zeggen, hè? Zo moeten over de structuur, de geur. Maar niks. Oké, volgende. De tweede is de echte sowieso. Ja. Oké, ik ga niet vragen of je het proeft. Oké, okay, anders spreek je straks weer. Oké. Maar zo moeten jullie het voelen. Wat? Hoe moet ik het voelen dan? En je tong. Ja. Voeden en je tong. Nee, gaat makkelijker naar binnen. Oké. Okay. Ik heb hem heel erg omhoog. Oké. Okay. Oké. Okay. Dat was de eerste. Gaan we deze doen? Dit is de nippen? Ja. Ja? Proef je, hè? Ja, ik proef het wel, maar wel minder goed dan ik dacht eigenlijk. Oh, ik vond het echt meteen. Gewoon een moment dat de eerste druk op mijn tong aanraakte, wist oh, dit is echt een... Oh nee, ik vond het op zich nog wel meevallen. Ja, maar ik vond die ook niet zo heel lekker eigenlijk. Nee, er zit een lekkerder. Maar er zit een gek nasmaak in bij deze. Oké. Okay. Eten! Okay. What are we going to eat? Chocola? Chocolat. Ik ben heel slecht in chocola eten, dus ik moet echt een heel klein stukje eten. Oké. Okay. Of ik moet het in mijn thee dippen en anders kan ik... Kan je geen chocola eten? Ik kan geen, niet zo'n stuk chocola eten. Ik kan dat gewoon niet. Vertik het gewoon. Ook zo'n klein blokje. Is dit ook te groot? Nou, het is wel prima. Ja, ik weet niet, maar ik heb dat altijd. Oké. Okay. Chocolade letter kan ik ook niet eten. Echt niet? Nee. Oh, lekker chocolade letter. Oké, okay, dan doe ik deze ook al zo voor de helft zien. Ik ben benieuwd of er ook een verschil is om te breken. Nee. Oké. Okay. Okay, ga je die mond doen? Ja. Okay. En anders voel je misschien het logo. We gaan beginnen met deze. Ben je me aan het laten smelten of zo? Nee. Dan heb je een slokje chocolademelk. Oké, okay, moet ik even een slokje water nemen? Kom maar met je hand. Ja. Oké. Okay. Ja? Ja. Volgende. Moeilijk? Ja. Eerst is de echte, denk ik. Ja! Ik wil elke keer vragen van, is het te raden, maar anders verklap je. Ja. Oké. Okay. Even een slokje water ook eerst. Hey, we hebben bijna alles gehad al. Ja. Gaat sneller, gaat sneller. Oké. Okay. Alright. Ja. 1, 2. Het patatje. Oké. Okay. Oké, volgende. Ik denk dat de eerste de echte is. Ja. Ja? Ja. Ik vond het best wel moeilijk. Ik ook, maar ik vind ze allebei gewoon lekker. Ik vond ze ook lekker, maar ik vond die iets meer smaak hebben. En die was het zachte. Ja, en want daarom liet ik me even smelten op mijn tong. Omdat ik weet dat je wil, kan je het smelten op je tong. Echt? Oh. Maar ik dacht gewoon van, hier, hij is iets zoeter, dus dan dacht ik, zal die wel echt zijn. Oké, okay. Ik heb niet meer bijgehouden hoeveel het staat, maar mij niet uit. Maar ik ga hem gelijk zelfs. Echt? Nou, jij hebt er één fout gehad en ik heb er één fout gehad. Oh ja, dat kan wel. Oké, okay. Cola. Groen, hè? Blauw, echt. Zou ik deze even zetten? Oké. Ja. Het is wel allebei cola light trouwens. Ja. Oh, lekker schuiven. Lekker schuiven. Ja, mevrouw, doet het blinddoek maar. Die snoffen aan. Oh, er zit allemaal aar onder. De ding komt van buiten. Die chips. Oh, als ik eenmaal chips heb gegeten, kan ik niet stoppen. Oh, ik ga terug. Ja. Oké, okay, ik ben er klaar voor. Ja? Ja. Ik probeer het ook een beetje af te wisselen, maar ik kan echt niet meer herinneren wat ik nou iedere keer wel heb. Eerst weet ik niet. Oké, okay, we doen eerst deze. Ja.
Hoe heb je dat te ruiken? Oké. Wil je nog een slokje? Nee, hoef ik niet. Nee. Ja. Ik denk dat die eerst een echt is. Ja. Oh. Rook. Nou, ik ga het niet eens vragen. Nee. Doei. Oh. Was die moeilijk? Nee, ik vond het niet heel moeilijk. Volgens mij heb ik echt hele slechte smaakpapillen, want ik vind alles een beetje moeilijk. Ik heb wel even. Dan is mijn make-up en ons ook overal. In mijn ogen. Mijn make-up. Ja, volgens mij. Mee. Maar zo voelt dat. Zo. Ik heb hem gecrushed. Oké. Okay. Rijnie. Welke kleur zou ik willen echte? Blauw is echt. Oké. Okay. Volgende. Tweede is echt? Ja. Ja? Je hebt meer prik. Ja. En ook meer. Deze meer nasmaak. Ja. Zo vies en zo. Deze proeft echt gewoon. Lekker colaatje. Ja, lekker kaak. Lekker colaatje. Oeh, de laatste. Ga even snel. Oh. Oké, ik wil nog even een chipje. Vertrouwde kwaliteit. Cookies. Ja, want we hebben. Over mijn eigen merk en focada. Toch? Is toch focada? Ja. Ja. Focada. Ja. Ja. Nou, doe maar weer op. Ja. Ik ben heel benieuwd naar deze. Ja. De bovenste is gelijk gebroken, lekker. Of niet? Nee, lekker zo. Ja, ik kan toch niet alleen in de meeste mijn best schrijven. Niet? Nee. Ik heb het gekregen. Ja, ik heb nooit geprobeerd. Uiterlijk lijken ze wel echt heel erg op elkaar. Nou, die chip lijkt ook op elkaar. Oké. Okay. Begin maar met deze. Dat is deze. Ja. Beetje een soort volkorenachtig iets. Dit ken. Afslik weg. Even een chipje. Mag ik mijn water? Ja. Alsjeblieft, mevrouw. Dank u. Het kwam bijna mijn neus. Oké, okay, volgende? Ja. Dat is deze. Aan het eten alsof ze zo tonner is. Lijkt je dit ook smelt op je mond? Nee. Die zit echt zo. Maar alsof het wat ben. Alsof je zo'n kenner bent. Die overal verstand van heeft. Ik probeer mezelf een beetje voor te doen. Oh, oké. Okay. Net zoals zo'n wijnkenner die gaat helemaal ruiken. Zo. Oké, ik zeg heel erg, ik heb geen idee. Maar ik vond de tweede lekkerder, dus ik denk dat de tweede de echte is. Ja, de tweede is de echte. Ja. Oh, ik ben heel benieuwd of ik het ga raden. Ja. Ja. Want mij kan je echt oprecht alles qua eten geven en ik vreet het toch wel. Maar ja, oké. Okay. Let's give it a try. Deze kan wel weer zo. Ja, hoor, kleintje. Of in deze koekje is sowieso heel lekker. Ja, maar dat is ook zo. Iets van je begint eraan en je kan niet meer stoppen. Ja. Wij moeten wel stoppen met eten zo. Mm. Er past geen sushi in, nee. Mm. Ja, neem gerust tijd. Neem het even in. Water? Mm. Wat moet die handjes zo? Jezus. Deze. Het lijkt oprecht alsof je me gewoon twee dezelfde geeft.
Stiekem heb ik dat niet. Nee, grapje. Wat had ik moeten doen? Gewoon. Ik denk. Nou. Ik denk de tweede de echte. Nee. Nee? Eerst was de echte. Ik wist het echt niet. Ja, ik wist het ook niet echt van smaak, maar ik vond die eerste gewoon lekkerder of zo. Ik vond die gewoon lekkerder. En ik vond deze zeg maar wat losser en die wat steviger. Dus ik dacht van, nou, voor elkaar wel stevig. Van, ja, die was echt? Legde mond en dan had kruimelt in. Deze wist ik echt niet. Maar wel lekker. Ja, heel wel lekker. Ja. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Rosa die heeft gisteren een video erop gezet, dus die zal ik ook eventjes in de beschrijving zetten. En haar kanaal natuurlijk ook. Wil je nou nog meer video's met ons samen zien? Laat dan eventjes in de reacties achter wat voor soort video's. En dan zien we jullie volgende keer weer. Doei!